Gerben Kuipers, van vrijdag de 13e naar 6e op het WK. Hoe doe je dat? Ja, heel speciaal. Ik had totaal niet verwacht. Ik had de vorige week wel goed gereden, maar deze week had ik wel last van mijn rug. Niet veel mensen wisten dat. Alleen mijn familie wist het, dat ik eigenlijk niet zo goed oog op had. Maar ik heb dat een beetje stilgehouden. Ik voelde me ook eigenlijk heel de week niet super. Mijn benen voelden en mijn lichaam voelde wel moe aan. Maar ja, ik was mee van in de start deze keer en dat was al een grote vinkje dat ik al kon afvinken. Want de vorige week was dat totaal niet het geval en dan wist ik van, ja, zou me er niet gemakkelijk kunnen afrijden vandaag. En ja, zo is het ook gebleken. En toen dacht je na een ronde of twee, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ja, ik voelde dat het viel wel stil en iedereen begon zo aan elkaar te kijken. En ik zat nog aan een tweede materiaalpost, eigenlijk helemaal achteraan het groepje. Maar dan ben ik in één keer naar voren gereden en ik wist dat ik goed over de balken sprong. En dan heb ik meteen druk gezet en kwam de baan op met 5-6 meter. En dan heb ik een goede versnelling geplaatst. En dan zag ik dat ze wat twijfelden. En dan wist ik van, ik ga niet zeggen op mijn gemak, maar het was toch op de limiet erin, maar ja, dan zit je in een goede positie en dan moet je niet meer vechten voor elke plek. Dan kan je eigen lijn erin en dan, zo kwam Michael nog bij me en we hebben elkaar goed afgelost, ook al was er veel wind. Michael was wel iets beter dan mij, maar op karakter heb ik toch erbij gebleven en ja, dan kon ik nog zesde worden, dus dat was super. Al met al een hele mooie afsluiting denk ik van jouw seizoen met ook dat profcontract wat je getekend hebt deze week. Ja, het seizoen was al heel goed. Ook al had ik hier geen goede wedstrijd afgewerkt. Dat was mijn seizoen nog altijd meer dan geslaagd. Maar ja, dat is een grote kers op de taart.